Het CBS heeft zojuist bekendgemaakt dat vrouwelijke managers meer burn-out klachten hebben dan de mannen. De vrouwelijke managers gaven aan dat ze zich compleet uitgeput voelen door hun werk. De vrouwen voelen zich leeg, moe, ervaren diverse burn-out klachten. Hier maak ik mij druk om, omdat er manieren zijn om burn-out klachten / stressklachten tegen te gaan. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Vivian Aqua, de Nutrition Advocate, oftewel de voedingsdeskundige en ervaringsdeskundige van Viva La Vive. Ik zie vrouwen als powervrouwen, die alles in het werk stellen om voor anderen te zorgen. Maar wie zorgt er voor deze powervrouwen? Stress op het werk of thuis kan niet altijd gezond zijn. Uw lichaam vangt de nodige klappen op, fysiek en mentaal. Bent u altijd hangry? Dit is reageren met emotie terwijl u honger heeft. Stress kan leiden tot huidproblemen, zoals eczeem, acne, pigmentvlekken, etc. Stress kan fataal zijn voor uw hart. Door stress vernauwt de bloedvaten, versnelt de hartslag, waardoor de bloeddruk oploopt. Hoge bloeddruk wordt niets voor niets de stille sluipmoordenaar genoemd. Door stress gaat u piekeren, tobben, malen, waardoor u zich rusteloos voelt en niet kunt slapen. Het gevolg is dat u de volgende dag oververmoeid, chagrijnig en of prikkelbaar bent. Tijdens een stressperiode kan het zo zijn dat u niet meer gaat letten op wat u eet, waardoor u mindless gaat eten, met als gevolg dat u aankomt of dat u last heeft van uw spijsvertering. Dit is wat ik bedoel met mindless eten. U gaat op zoek naar troost eten in plaats van echt eten. Maar nu genoeg over stress. U kunt uzelf of uw collega op weg helpen met de volgende tips. Het is bewezen dat sporten een perfecte manier is om te de-stressen. U hoeft geen sponsor te zijn van een sportschool, maar u kunt al de-stressen door regelmatig te wandelen of te dansen. Kortom, doe iets wat u leuk vindt. Probeer te letten op uw voeding. Eet lekker een gezonde regenboogmaaltijd om uw stresslevel te verlagen. Dit klinkt misschien een beetje zweverig, maar het is het niet. Het is bewezen dat yoga en meditatie uw stresslevel kan verminderen. Dit is in het begin wennen, maar het is zeker de moeite waard. Just trust me. Op zijn tijd u laten masseren is een cadeau voor uw geest en uw lichaam. Wilt u alsnog troost eten tijdens de stressperiode? Maak dan bijvoorbeeld deze gezonde muffin, gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Zo kunt u tijdens de Healthy Habits Workshop veel meer tips krijgen om burn-out en stressklachten tegen te gaan. Neem contact op voor meer informatie. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer. Dag!